voetballen tot de naam bekend is van de supporter die 4 weken geleden tijdens een wedstrijd tegen MSC vuurwerk gooide in de richting van de scheidsrechter. Bij Zuidwolde zegt niemand te weten wie de dader is, maar bij Hogeveen denkt men daar anders over. Wij hebben begrepen uit diverse bronnen dat de naam van de dader wel bekend is bij Zuidwolde. En wij vinden dat Zuidwolde dus die naam bekend had moeten maken voor dit weekend. Ook al gezien uitladingen van de trainer van Zuidwolde, de heer Popko Schuitema. Die zei van, nou voor mij hoeft het niet zo nodig, want ik mis toch 5 basisspelers. Dus ik voetbal liever toch niet. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik competitievervalsing. U bent dus woedend? Erg kwaad. Ja, daar kan ik niet anders op antwoorden dan dat wij geantwoord hebben aan de KNVB. Dat wij het niet weten. En wij hebben in de laatste brief die naar de KNVB gegaan is, hebben wij gezegd dat de kring waarin zich waarschijnlijk de dader bevindt steeds kleiner wordt. En dat wij ook verwachten binnen een afzienbare tijd tot de echte dader door te dringen. Dat de streekderby zondag niet doorgaat heeft voor Hogeveen nogal wat consequenties. Gezien de stand op de ranglijst waar Hogeveen op de tweede plaats staat met 2 wedstrijden minder gespeeld en Zuidwolde daar vlak onder, was het een derby. En derby wil zeggen dat dus een behoorlijk aantal supporters hier komen kijken. Wij verwachten toch zeker een 1500 man dan, waarvan 1000 betalend. En vergeet niet uiteraard de kantineomzet. Dus een behoorlijke aderlating op het gebied van financiën. En sportief gezien? Sportief ja, net zo erg. Vorige week heeft Bijlen de zaak afgelast vanwege slechte velden. Dan deze week een aflasting ja, door toedoen van Zuidwolde. Dat wil zeggen dat onze selectie 3 weken niet aan het voetballen toekomt. En als je bovenaan staat, dan moet je dus wel een winnende selectie laten voetballen. Dus wat op sportief gebied is het een ramp. Zuidwolde tekent overigens protest aan tegen de straf die de KNVB de club heeft opgelegd. Volgens voorzitter Ringenier is de straf veel te zwaar voor een dergelijk incident. Wij zijn ontzettend teleurgesteld. Wij vinden dit ook dat we erg hard aangepakt zijn. En wij vinden dat een vereniging die 54 jaar bestaat en eigenlijk nog nooit problemen gehad heeft met de KNVB, dat die ook wel heel erg hard op het moment maatregelen genomen worden.